Leuk dat je kijkt naar deze week vlog. Als je nieuw bent hier, zou het super leuk zijn als je abonneert. En vergeet niet het belletje aan te drukken, dan mis je geen enkele video. We hebben alleen een video op zaterdag en zondag, dus je wordt niet overspoeld met allerlei notificaties van YouTube. Veel plezier met kijken. Zo, we zijn waar, dames? We zijn bij de Sinterklaasfeest van Go-Social. We zijn hier dus met de volledige Go-Social iedereen. En dan krijgen we zo meteen een presentatie. En dan zijn daar ergens allemaal. En daar staan mensen voor. Er zijn allemaal surprises. Oké. Tess krijgt een surprise. Schlubber. Schliesla schlubber. Oké, lieve Tess, hij mag straks ouderwets graaien in de zak. Bij deze past een hint. Het lijkt op gebak. Oh, gebak. Liefde gaat door de maat en degene van wie we houden, verwennen we graag. Ik ben nu al benieuwd naar jouw reactie. Het wordt vast een heerlijke interpretatie, liefst van. Oh, illustre. Kijk, dit is niet voor mijn pony, dit is voor mezelf. Oh, een paar stukjes. Oh, lekker. Nee, niet opeten nu, hè? Oh, lekker! Lieve Kies, Sinterklaas begrijpt het goed, mijn beste meid. Aan paardrijden besteed je heel veel tijd. Met het liefst in een combinatie met een camera om levende filmpjes te maken met steeds een ander thema. Ook Sint heeft de filmpje gekeken en aan paardrijden is geen kort gebleken. Wauw, wat een onbekend talent hier! Ja, maar ik ga straks een oh, dat is een lampje. Oh, dat is een lampje. Wat dan? Oh, dat moet, Kim. Oh, dat is wel makkelijker. Tada! Onbekende talenten van onze Bianca, jongens. Kijk. Je hebt fans van paarden en je hebt fans van Estra. En dat allemaal in één shot. Hengstenstal. Het is weer zover. Tess moet even knuffelen met alle paarden. Ja hoor, liefde. Waarom doen jullie nou af? Jullie hebben platte pittenhaar. Nou, laten we het strijken zingen. Ja! Handige aankleden. En ik heb platte pittenhaar. Wat ga je doen? Met verdraaien, 2 à 2.
Ja, wat is dat? Het is een soort van spullen. Het is een FNRS proefje en dan vaardigheid 2. Oh ja. Oh ja. En daarna ga ik het voorlezen. Tijd om los te rijden. Bel is natuurlijk vrijdag behandeld door de chiropractor. En nu moet ze zijwaarts doen, denk ik. Ik weet het niet. Beetje jolig. Nou, het is alweer voorbij. Het was van korte duur. Nou, na 2 dagen stilstaan valt het eigenlijk allemaal wel mee. Zwommelt lekker rond. We hadden wat zijwaarts gangen, dat was het. En verder luistert ze keurig. Brava pony. Loopt netjes. Zo, papa stro. Dus dat scheelt. Hij heeft geen pettenhoofd. Ruben? Ja? Zullen we schoon maken? Even afwenden. Maakt niet uit. Nee, stap maar door. Ga maar richting de A, we gaan beginnen zo. Op de hoefslag. Ja, we gaan beginnen. Op de hoefslag. Juist, goed zo. En dan even bij de K in stap, Tess. A, afwenden in arbeidsstap. A, afwenden in arbeidsstap. Voor X tussen het poortje halt houden en voeten. Voor X tussen het poortje halt houden en voeten. Voorwaarts arbeidsstraf, C rechterhand. C rechterhand. Voor E wellicht de zit. Ik zie dat Sinterklaas bij ons op de manege is. En ik zie ook dat gewoon Sinterklaas, hè? Dus de Piet is gewoon op de pony gesprongen. Pietjes op Obelixje. Ze hebben gewoon park gekaapt. Nee. Oh. Dat is een kleine en dat is een grote. En volgens mij zijn het 2 kleine Pietjes. Alle kindjes op een rij. Ze is wel reuze spannend, zo'n Sinterklaas. Ik heb Tess ook naar beneden gestuurd. Ik weet niet of ze aankomt. Oh, daar is ze. Kijk. Tess gaat toch nog even kijken. Zo. Ik heb vandaag mijn VA2 proefje gereden. Dus vaardigheid 2. En ik vond het super goed gaan. Ook al weigerde ze, volgens mij, 2 keer. Bij de balk was het heel grappig. En bij een ander sprongetje ging ze er een stap overheen. Maar ik vond dat het toch super goed ging en ik heb 185 punten. Oké, waarschijnlijk zie je het niet goed. Maar kijk, dit is mijn adventkalender. Cool! En de mooiste, die staat helemaal bovenaan. Goedemorgen, het is maandag vroeg. Oh, en ik zie dat de trailer open staat, dus dat moet niet. Dat is een goed idee. Er komt er allemaal water naar binnen en meer van die ellende. Oké. Kindertjes, doe de trailer dicht. Dat moet. Ik ben even op de manege. Die is wel dicht, maar Verona moet er medicijnen hebben. Dus die ga ik even geven. En ik heb zelfs mijn bril op. Dan kan ik zien hoeveel ik geef. Je doet even in de slobber. En dan moet ik aan de slag. Vanmorgen even bij Tess op school geweest. Was ook wel leuk. Even met een nieuwe directrice gesproken. Want Tess mag af en toe natuurlijk eventjes... op schooldagen dingetjes doen die normaal gesproken niet zouden mogen. Dus dat was wel even belangrijk. Medicijnen geven. Zo, Verona heeft de medicijnen. Die zit natuurlijk in een prednisonkuurtje helaas weer. Maar het hoesten is al afgelopen. Dus ze zit nu op de 3e dag. Ja, 3e dag. En het gaat gelukkig alweer heel veel beter. Ik ga vandaag ook even, denk ik. Nee, vandaag niet. Vandaag is maandag. Dus dan heb ik eigenlijk nooit tijd. Dus morgen heb ik ook geen tijd. Het is toch te erg voor woorden. Gelukkig hebben we Elisa die ons helpt.
Maar nou ja, vandaag of morgen maak ik tijd om eventjes Verona in de paddock te longeren. En dan even een minuutje te laten draven. Want ik wil toch even kijken hoe het met haar beentje gaat. Vrijdag ging natuurlijk niet zo lekker. Maar we zijn inmiddels alweer een paar dagen verder. We hebben weer lekker gewandeld. Wat langer gewandeld nu. Dus ik wil wel even van de week kijken hoe het met haar been gaat. Want anders, als het zo blijft, ga ik toch even naar de kliniek toe. Want ik wil niet dat er iets ernstigs aan de hand is. Ik kan me wel voorstellen, als ik me enkel verstuik, dan kan het ook 6 weken duren. We zitten nu in de 4e week, dus in die zin zou het kunnen. Maar op een gegeven moment dan moet het wel echt beter worden. De dierenarts was tevreden, maar ik was vrijdag dan toch wel weer een soort dat ik denk, ja, dit is toch ook niet helemaal de bedoeling. Dus, nou ja, goed. Vandaag morgen ga ik even logeren en dan gaan we even kijken hoe het gaat. De paarden staan nu los. Bel, die probeert even aandacht van me te krijgen. Oh, nee, ze loopt weg. Belletje! Ik heb er net gelongeerd. Dat ging super goed. Alleen gisteren was ze blijkbaar niet al haar energie kwijt. Dus strok ze even een sprintje. Maar dat was wel grappig om te zien. Henja staat daar over te. Daar. Kijk, het is het ene kleintje. Dat is het andere kleintje. En de grote. Die. En de grote, die is aan het wandelen met Elisa. Die roept hem net ook. Kijk, tada. Ziet ze niet heel goed. Bel, die heeft dus lekker losgestaan. Verona ook even. En Henja ook. En ook goed gelogeerd. Dus ik ben weer blij voor vandaag. Oh, mijn moeder moet blazen. Eén momentje. Volgens mij is ze klaar met het blazen. Dus dan kan ik weer verder. Het is vandaag, als het goed is, dinsdag. Morgen heb ik een Sinterklaasfeestje op school en thuis. Dus we krijgen allemaal surprises, want we zijn Sinterklaas aan het helpen. Vandaag ga ik bel rijden. Het is alleen al best donker, dus ik ga het even binnen. Ja. En ik heb er zin in. En mama gaat met de Verona wandelen. Ja, dat is wel cool. Zo, ik ben helemaal opgezadeld. En ik heb er een paar snoepjes gegeven. En nu wilt ze alleen nog maar kusjes. En kusjes geven. Opgezadeld, vlegjes in. Nou ja, die had ze nog van de wedstrijd. Daar ook nog een vlegje. Ingevlochten. Oh, nog een kusje van jou. Ja, oh, ja, oké. Okay. Krijg heel veel kusjes ineens. Nou, ik ga lekker rijden en het hoofd zo in doen. En niet van mij. Sorry, Bukaspet. Maar dan gaat mijn GPA. Ben je aan het oefenen, Tess? Hoe zit het? En hoe gaat dat? Gaat wel. Wat betekent dat? Ik stuit er nog steeds wel, maar het gaat steeds beter. Nou, oké, laat maar zien. Gaat het goed wel? Nee. Oh, is ze lastig? Ach, gossie, hadden we wel. Shit, hier weer. Ah, nou, rennen. Ik moet aan het oefenen nu ook, Sherik. Ik heb vandaag heerlijk gereden, dus ik kwam in de goede galop aan. Stond stil, ik heb heel veel kunnen oefenen. En ja, ik ben heel erg blij met wat ik vandaag heb bereikt ook. Er waren mensen bezig om volgens mij wel grond schoon te maken of tegels erin te duwen. Ik voelde ze allemaal niet eng, ze liepen gewoon langs, ze gingen gewoon verder met rijden. Het gaf mij echt het gevoel van, ik heb echt heel veel vertrouwen in mij. Het is eigenlijk poppen. Hallo Paddy! Ik stop weer eten. Nee, alleen maar eten, 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 eten. We waren bij de McDonald's. Ik liet een liedje zien van Marshmallow, heet die zanger. En het liedje? Ja, het Happier. Happier. En dat is van een meisje. Nou, een meisje met. Wow. Joehoe, schrijf je zo in je. En die een hond krijgt en dat meisje helemaal te geel. En die hond gaat uiteindelijk weer dood. En daar moest ze een beetje om. En daar moest moeder een beetje om huilen. Ik heb hem al een paar keer gezien. Dat is dus helemaal het verhaal niet. Tessa zegt, ik hoor dat liedje. Kan je het voor me vertalen? Natuurlijk kan ik. Ik wist waar het over ging. En dan wist ik wel beter of het precies hetzelfde betekent. Ja, dus toen moest ik het liedje vertalen. Zit ik dat liedje te vertalen, gaat die hond dood.
Dan moet je ook huilen op het laatst. Dan ga je dus midden in de McDonald's zit je dan te huilen. Gezellig. Dan ben ik echt een watje. Ja, en het laatste stukje kreeg haar dochter. Dus 20 jaar later kreeg dan weer een hond. En dan is die foto naast elkaar gezet. Het is een lief liedje van de Marshmallow. Diepe betekenis. Meisje werd gepest, dat was wel zielig. Ja, want het is een beugel had. Ik weet niet of dat de enige reden was. Maar goed, al met al huilen wij de McDonald's. Dat is een beetje gek. Ik niet. We gaan naar huis. Gespeeld als het goed is. En ik vind het aan de ene kant vond ik het heel leuk om het uit te proberen en om het een keertje te spelen, maar ik zou het niet altijd willen doen. Want ik vind het ook jammer dat ik nu niet meer ben. En Bella is er ook niet mee eens. Kan het niet maar in de stad mogen? Misschien kun je beter met haar gaan wandelen. Ga je met mij mee? Ik ga met Verona wandelen. Dat is wat ik doe, wandelen. We kunnen naar buiten komen. Ja? Yay, kom maar naar buiten. Kom naar buiten. Zoals Tess al zei, gaan we even buiten om wandelen. Vandaag is 5 december, dus vanavond hebben we Sinterklaas thuis. Nou ja, Sinterklaas komt niet. Die heeft geen tijd. Maar we gaan links over de brug, Tess. Maar we hebben pakjesavond, gezellig met het gezin. En Lotte natuurlijk, die hoort ook bij ons gezin. Vriendinnetje van Rick. Monique was zo lief om vandaag al 2 keer met Verona te wandelen, omdat die inmiddels stalbenen heeft van het stilstaan van de afgelopen 3,5 week. Nou ja, stilstaan, weinig niet rijden en alleen wandelen. En, in het begin mochten ze natuurlijk maar 10 minuten, dus dat ging niet zo goed. Ik merk wel dat we allebei een beetje, kriegelig, is dat het goede woord, aan het worden zijn. Loop maar even gewoon door, schat. Naast je paard wandelen, als ze koliek hebben gehad, is toch anders dan als ze kreupel zijn, denk ik. Ervaar ik. Ik weet niet precies, maar ik merk wel dat ik zoiets begin te krijgen van, ik wil dat het over is. Ik wil gewoon weer rijden. En ik merk aan Veroon ook dat, ze is natuurlijk altijd braaf en ze is altijd geduldig. Maar ze begint een beetje... misschien mijn reactie over te nemen. Dat kan natuurlijk ook. Het gewoon aan mij ligt, omdat ik kriegelig word, dat zij ook kriegelig wordt. Nou ja, ze is hartstikke mega braaf, kijk maar. En ze loopt keurig mee en ze doet het helemaal goed en ik ben super blij. Dat ze gewoon netjes zichzelf is en dat het goed gaat. Maar ik merk toch dat ik nu zoiets begin te krijgen van ik zou er nou wel weer eens een keertje op willen. Dus egoïstisch, ja, dat ook. Ik weet het. Maar voor mij is paardrijden mijn vrije tijd. En ook zorgt het ervoor dat ik zen blijf. Dat ik een aardigere moeder ben. Dat ik beter voor het huis zorg. Dat ik makkelijker mijn werk aan kan. Het is mijn beweging. Het is best veel. Dus dan is het lastig als je dat 3,5, 4 weken niet hebt. En het dan dus eigenlijk op je eigen... voorzichtig, ga maar. Kom maar, Frank. En dat je dus op je eigen zen moet teren. Daar heb ik volgens mij niet zoveel van of zo, ik weet het niet. Nou ja, we gaan even lekker wandelen. En misschien dat het dan weer beter gaat in mijn hoofd. Goed, we hebben altijd een obstakel. Bel wel niet altijd over de brug. Dus meestal gaat Frank voorop. En Tess gaat nu even kijken of ze het zelf voor elkaar krijgt zonder Frank. Weinig obstakel. Bella doet het altijd, zegt ze. Nou, net moest ik gewoon voor, hoor. Dus, fijn dat ze het nu wel doet. Nou, en terug op Middelhof, wat we lekker hebben. Even een half uurtje gewandeld. Even de beentjes afgespoten, want er zat ongelooflijk veel drek op. Overal is modder, het is natuurlijk nat weer. Ja, het voelt wel beter. Maar ik wil nog steeds rijden. Ja, ik ben een piepdoos en het is egoïstisch. Ik weet het. Neem niet weg dat je dat gevoel soms hebt. Ik denk dat we allemaal wel eens egoïstisch zijn. Maar ik ben wel heel blij dat het goed met haar gaat. En dat ze goed loopt. Dus morgen gaan we weer even longeren om te kijken of dat ook
goed gaat. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Dat ze rustig opgebouwd wordt en ondanks dat ik me zo voel, er niet zo op reageer. Dat is altijd wel vereist dat je wel blijft nadenken. Donderdag en het is alweer donker. Tess is thuis, die is een werkstuk aan het maken over Japan en een kerstkaart aan het maken voor Floor van CoSocial. Ik ga Verona eventjes een beetje longeren. Oh, nou ja, longeren. Zij gaat rondjes lopen en ik sta in het midden. We hebben geen touwtje voor nodig. En ga even kijken hoe het met haar gaat. Daar ben ik zo wel nieuwsgierig naar, want we zijn nu natuurlijk alweer een weekje verder. Gisteren was het een beetje zat, maar vandaag valt het wel mee. Zijn mijn egoïstische gevoelens gewoon weer weg en wil ik alleen maar dat ze beter wordt. Dus ik ga eventjes longeren. Oké, dit is niet grappig. Ik heb heel even gelongeerd en dus even aan beide kanten een klein stukje gedraafd en ze loopt kruipel. Ik zit hier met mijn petje, met mijn jas aan, undercover. En ik heb geluk dat ik mijn winterjas aan heb gedaan, want ik zit nu op een nat stoeltje. Moet je het even laten horen, Verona? Helaas kwam Verona vanmorgen kreupel er box uit. In stap hebben we het nog niet gehad, maar nu dus wel. Ik moet wel zeggen, we zijn nu denk ik 1-2 minuten aan het lopen en dan gaat het wel beter. Maar dit hebben we nog niet gehad. Ik zal even laten zien. Haast. En Elisa was er dan weer bij wel. Dus toen zei ik, Elisa, als je wilt helpen, dan zou ik ergens bij je kunnen. Dat vond ik wel heel erg, want ik denk 3-2 minuten bezig zijn. Ja, zoiets. Ja. Ga je doen? Ga springen zo steken. Vier keer een rondje, dat is een rondje. Maar één foutje is fout, dus ik kan wel blijven.